Voilà jongens, hier logeren we voor een weekje. Monte Castillo Resort, Gated Hotel. We staan hier aan de ingang, je kunt zien. Mooie residentie. En we gaan jullie dat wat beter laten kennen. Ook langs de binnenkant gaan we een keer tonen waar we juist logeren. Zelf met ons eigen echt logo, een nieuw logo van KWO. Je ziet het, iedereen is er klaar voor. We staan hier in de receptie, nog altijd met een mooie kerstboom. Ik ga nog een keer van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een prachtig 2016 te wensen. Zitten we hier verenigd met de technische staf. Ook de mensen van sportieve komen dan bij ons zetten materiaal. Dan kunnen we gezellig de dag afsluiten met een cerveza, natuurlijk. En laten we zeggen dat we hier wel op een gezellige sfeer de dag kunnen afsluiten. Ontbijt, middagmaal, avondmaal wordt telkens hier geserveerd, zou ik zeggen. Tafel van de technische staf, helemaal hier. Spelers verdeeld over drie tafels. Je ziet, alle mensen zijn al terug, alles aan het klaarmaken, schoonmaken om straks opnieuw te eten. En we hebben één bord ook centraal in de zaal om het programma van de dag toch een keer te tonen. Nee. Spaanse lessen leveren al iets op, maar ik heb nog veel werk hoor. Goed, we zitten in onze technische ruimte, waar we met de technische staf trainingen voorbereiden in de avond. Ook waar we straks een quiz gaan organiseren voor de spelers. En waar we gisterenmiddag eigenlijk al gans onze eerste ronde geanalyseerd hebben. Om opnieuw beter te doen natuurlijk. We hebben hier een projectiescherm. Onze beamer staat daar. We hebben ook nog een tv om eventueel alles op af te spelen. Er wordt hier inderdaad wel veel naar beelden gekeken. En hopelijk worden we er alleen maar beter van. We vinden ons op het terras van het hotel. Aan de achterkant natuurlijk. Als het zonnetje schijnt. Is het inderdaad heerlijk vertoeven om dan ook niet alleen van het zonnetje genieten, maar ook van de prachtige natuur en het uitzicht van de mooie golf achter ons. We zitten in onze kinieruimte, drie tafels, drie kinies ook die hier aanwezig zijn om dagelijks de spelers te verzorgen en beentjes proberen zo fris mogelijk te houden en toch proberen preventief blessures te vermijden. Hè. Ze hebben hier heel veel werk, vooral tussen de trainingen en na de trainingen. En s'avonds vervoegen ze ons ook in de bar voor een lekker biertje. Voilà supporters, hier trainen we dus. Twee velden mooi naast elkaar. Daar hebben we nog een ruimte voor het snelle voetenwerk, zoals we zeggen. Een beetje coördinatieoefeningen. Je ziet de veldenlijn er heel goed bij. Het heeft hier ook al wel heel wat geregend. Ze liggen wel redelijk zwaar. Maar dat is goed, hè. Hoe zwaarder de benen zijn, hoe meer trainingsarbeid ze hebben. En hoe meer dat we de vruchten er kunnen van plukken om straks het seizoen terug te starten. Hè.
Voilà hier jongens, we hebben hier vijf prachtige... Sorry, we gaan opnieuw beginnen. Voilà, we hebben hier vier mooie padelterreinen. Heel populair in Spanje. In België begint het nu pas op te komen. Heel tof om te spelen. Ik speel toch zeker ook twee maandelijks in België. Maar we gaan dat zeker doen, nog als activiteit, zondagmiddag. Om maar gewoon een keer hier helemaal iets anders te doen dan voetbal. Hier zitten we in het binnenzwembad, waar spelers toch even kunnen verpozen. We hebben ook jacuzzi hier in het zwembad. En na een zware en lastige training kunnen ze dan toch een beetje goed recupereren hier. Met de nodige zorgen nadien en een massage bij de kines. Dus ja, hele mooie accommodatie. Er zijn kinderen nog sauna's. En daar hebben we ook nog fitnessruimte waar de mensen die dan aan het revalideren zijn, zoals Fabien Antunes, die zitten dan daar meer binnen natuurlijk dan buiten. Maar alle nodige materiaal is hier aanwezig om ze toch weer topfit te brengen. Parajo. Pajaro. 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 Pajaro.